mag. En iedere keer als ik hem weer zie, trekt hij weer een stukje harder om aan te kijken. Naar Niels Ruggeman. Wij moeten corrigeren op die zelf. Hij hoort mij nog niet. Dan krijg ik tweede poging. Oscar de Buurt, de man van Vogel van de oude inspectorie. Die had al jaren lang meer dan hier. Die is verkocht naar Engeland. Nu, een nieuwe Fiat, helemaal van Wilke van opgebouwd. Te groeien. En vooral waar je nu staat, zo rond die 90 meter kun je daar mooi aanscholen. Dus mensen, moet nog maar, hè? Moet nog maar! Ja, we gaan kijken naar de Blue Scary. Het was echt wel een geluk. Ik kan nog één keer onder belasting terugschakelen. Zijkant van de motorboot en daar praat ik. Syrische, dit is Dennis niet. Dit is Allen Holstein. Ik moet de mededinging mee. Ja, hey, maar Dennis gebruik ik als voorbeeld. Dit is een trekker die echt 7 ton, dus die mag niet in deze kasten meedoen. En geen klun, die wint er niet. Yo, we deden nummer 2 van Wurf, joh. Je kan ook één keer onder belasting terugschakelen. Ja, kombo. 105 meter, keurig. Wat speelt ik in de jongens, Klein Gerrink? Of die ook toch zeker richting de 100 meter? Een boepoel. Ik dank je terug. Pas je bij. Pas op, keurig netjes, 100 meter. Net op tijd. 86 centimeter. 100 meter, 86. Jan er ook even gedaan. We gaan kijken naar Niels Ruggeman. Er zijn zonderen. Wat hier gebeurt met Blue Scary, met Bas Knijenberg op de bok. Hoor, ik sprak Bas net. Hey, hoor, de stelling hoor. Hij gaat stellen. Bas, die zei al, ik ga even versnelling hoger in. Deze versnelling zit er net nieuw in. Jij hebt nog nooit mee gereden. Goed. Jammer, 85 meter, 87. Ja. En dan zak je motortoerental. Dan zak je motortoerental. Vertrekken met Oscars watjes.
met de Fiat. Voor de eerste in de finale. Finale van 4. We al winnen, dus je wilt zien hoe ver of heen een exhibition weg gaat zetten. Van Bas, raad ze run in Tonden van dit jongen.